Vandaag alweer de laatste lezing in de reeks Identiteit Ontkend, waarin we met 6 experts uit verschillende disciplines op zoek gingen naar wat identiteit is. Asje zou eigenlijk 2 weken geleden al de lezing geven, maar dat kon helaas toentertijd niet doorgaan. Maar dan nu toch vandaag voor de afsluiter op een maandag in plaats van op een woensdag de lezing van Nature Anders. In de 4e lezing in deze reeks hoorden we filosoof professor Dr. Ingrid Robijns. Zij legde uit dat we als samenleving hebben bepaald wat abnormaal en normaal is. En ja, ons brein heeft die hokjes nodig, de hokjes normaal en abnormaal, om grip te krijgen op de wereld om ons heen en snel beslissingen te kunnen nemen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat deze hokjes geconstrueerd zijn. De begrippen zijn subjectief en veel te ingekaderd. Wat normaal is, is gebaseerd op sociale normen en gemiddelden. Nou, dat gaan we ook terug horen waarschijnlijk vandaag in de lezing. Of het nu gaat over gender, seksualiteit of geslacht, ook hier plaatsen we mensen graag in hokjes. De norm in Nederland is grof gezegd de slanke witte hetero man van ongeveer 1,80 meter. En daarnaast de slanke witte hetero vrouw van 1,70 meter. En de norm is ook niet gehandicapt. Als je hier niet aan voldoet, ben je anders. En daardoor ondervind je waarschijnlijk op zijn minst moeilijkheden in het dagelijks leven. Want wat als je niet in de hokjes past? Wat doet dat met je identiteit? En hoe denkt de wetenschap hierover? Daar gaan we het vandaag over hebben met onze gast, wetenschapsjournalist, columnist en schrijver Asja ten Broeke. U kent haar wellicht van haar werk voor Vrij Nederland, de Volkskrant, Trouw of Psychologie Magazine. Ze schrijft regelmatig over gezondheid, gender, seksisme en feminisme. En binnenkort brengt ze het boek Iedereen is Bi uit, over de grotendeels mislukte wetenschappelijke zoektocht naar biologische oorzaken van homoseksualiteit. Vandaag zal ze spreken over hoe identiteit voor een groot deel samenhangt met welk lichaam wij hebben en hoe we er dus uitzien. Het is een onderwerp dat altijd veel stof doet opwaaien. Waarom kunnen we niet accepteren dat mensen anders zijn? En in hoeverre is identiteit met betrekking tot ons lichaam biologisch bepaald? Zijn we echt van nature anders of born this way? Ik vraag jullie al een heel hartelijk applaus voor onze gast van vandaag, Asja ten Broeke. Ik ben al helemaal geïntroduceerd, ik ga gewoon van wal steken. Mijn allereerste identiteit kreeg ik op 15 februari 1983 van een gynaecoloog in wat toen nog het Academisch Ziekenhuis Groningen heette. Ik weet niet wat zijn naam was, maar wel dat hij enkele momenten eerder bijna door mijn temperamentvolle barende moeder was gewurgd met zijn eigen stropdas. En dat hij om 12:30 die middag tussen mijn kleine beentjes keek en tegen mijn ouders zei, het is een meisje. Het was de allereerste keer dat mijn lichaam, of in dit geval mijn geslachtelijke buitenboordanatomie en mijn identiteit met elkaar verknoopt raakten. En het was ook zeker niet de laatste. Dit ben ik trouwens. Als je me nu zou vragen wat mijn identiteit is, dan zou een deel van het antwoord te maken hebben met de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik ben schrijver, ik ben journalist, ik ben feminist, ik ben moeder, ik ben echtgenoot. Maar een ander deel van mijn identiteit is nog steeds, net zoals toen in 1983, op de een of andere manier onlosmakelijk verbonden met mijn lijf. Ik ben vrouw. Ik ben dik. Ik ben biseksueel. Ik ben wit. En al die identiteiten zijn niet alleen verbonden met mijn lijf, maar ook of misschien wel vooral met de omgeving, de cultuur waarin ik leef. En die naar dat lijf kijkt en het weegt, het interpreteert, er verwachtingen aankoppelt, het goed of fout acht, het beoordeelt als de norm of juist de afwijking of het in een hokje plaatst. En over die drie aspecten, identiteit, lichaam, culturele omgeving en hun onderlinge samenhang, ga ik het vandaag hebben. Maar laten we eerst teruggaan naar het moment van de geboorte. Een kersverse baby heeft zelf nog geen genderidentiteit. Nog geen gevoel dat hem of haar vertelt, ik ben een jongen of ik ben een meisje. Ook geen woorden om dat tegen zichzelf te zeggen. Ontwikkelingspsychologen weten niet precies wanneer die innerlijke identiteit wel ontstaat, maar ze zijn het erover eens dat het ergens tussen de leeftijd van 1,5 jaar en 3 jaar gebeurt. Dat wil echter niet zeggen dat hun omgeving een kleine baby geen identiteit toedicht. Puur op basis van de aanwezigheid van een piemeltje of een vaginaatje trekken we een heel vat open aan cultureel gekleurde verwachtingen en aannames. Dat meisjes lief, sociaal en gevoelig zijn en jongens stoer, technisch en competitief, om maar eens wat te noemen. Al meteen, dit zijn voorbeelden van de verwachtingen. Komen van mijn seksisme blog, seksismetumblr.com. Daar staan er honderden van zulke voorbeelden.
Meteen na de geboorte noemen Amerikaanse ouders en verpleegkundigen in een ziekenhuis een kleine meid Sugar of Sweetie. En zeggen ze hoe knuffelbaar en zacht en lief ze wel niet is. Kleine jongetjes daarentegen noemen we Big Guy of Tiger. En die worden geprezen om de kracht waarmee ze met hun kleine vingertjes grijpen of met hun beentjes schoppen. Jongensbaby's worden gezien als sterk en grof gebouwd, ook al is er fysiek geen verschil. Terwijl meisjesbaby's worden gezien als fijn gebouwd en zwakker. Eenmaal thuis komen baby's wederom in hun eigen seksenspecifieke omgeving terecht. Gemiddeld genomen ziet dat er ongeveer zo uit. De meisjeskamer is roze, er staan poppen in en huishoudelijk speelgoed. Bijvoorbeeld een nepfornuisje, een kinderbedje. En de jongenskamers zijn blauw en gevuld met sportspullen of met speelgoedgereedschap. Bouwdingen, dat soort dingen. Ik maak trouwens geen grapje, hier is echt serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Gefinancierd door de Canadese regering. Punt is dit, nog voordat een pasgeborene de kans heeft gehad om überhaupt jongens- of meisjesachtig gedrag te vertonen, of om een meisje of een jongen te voelen, hebben we ze al voorzien van twee compleet verschillende soorten omgevingen. En daar blijft het niet bij. Zo blijkt uit psychologisch onderzoek dat ouders bijvoorbeeld gemiddeld meer verschillende emoties herkennen bij hun dochter dan bij hun zoon. Ouders praten ook meer tegen hun dochter dan tegen hun zoon. En tijdens dat gesprek gebruiken ze tegen het meisje meer emotioneel geladen woorden. In november 2015 stelde Lotte van der Pol aan de Universiteit van Leiden haar proefschrift vast dat genderneutrale afbeeldingen van kinderen die blauw verdrietig waren vaker als meisje werden benoemd, terwijl ouders het boze genderneutrale kind in een boekje vaker een jongen noemden. Op die manier, zo stelde Van der Pol vast, gaven ouders op subtiele wijze boodschappen aan hun kinderen over welke emoties al dan niet gepast zijn voor jongens en meisjes. Nog een uitkomst van onderzoek. Als een jongensbaby huilt, nemen we aan dat hij boos is. Maar als een meisjesbaby huilt, dan denken we dat ze verdrietig is. En we reageren ook sneller als we een meisje zien huilen en trekken meer tijd uit om onze dochters te troosten dan we bij onze zoons zouden doen. Dit alles volkomen onbewust. Punt is, op allerlei subtiele manieren behandelen we jongens en meisjes anders, gebaseerd op een veronderstelling over hun identiteit, die we ooit hebben gebaseerd op hun lichaam als baby. Veel wetenschappers beroepen zich op datzelfde lichaam om deze culturele keuze voor ongelijke behandeling te rechtvaardigen. Hoor eens even, zeggen zij, die vagina en die piemel, die komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Die ontstaan in de baarmoeder, zeggen zij, lang voor de geboorte onder invloed van genen en hormonen. Met name van mannelijke geslachtshormonen als testosteron. Jongens hebben daar meer van dan meisjes, vandaar die piemel en die testikels. Maar dat hormoon doet meer dan alleen in die mini geslachtsdelen aanleggen. Het werkt ook in, zeggen zij, op de ongeboren hersenen van een foetus. Bij veel testosteron krijg je een jongensbrein, bij minder een meisjesbrein. En dat zorgt later weer voor verschillen in het gedrag van jongens en meisjes en daar komt dan ook die identiteit vandaan. Dus een baby mag zich weliswaar nog niet bewust zijn van die genderidentiteit, hij is er wel degelijk altijd al geweest. Nou, één casus wordt in deze context heel vaak aangehaald en dat is het tragische verhaal van David Reimer. Dit is David Reimer. Op 22 augustus 1965 kwam hij ter wereld, toen nog onder de naam Bruce Reimer. Ik was er niet bij, maar ik stel mij voor dat ook bij hem een dokter tussen zijn beentjes heeft gekeken en heeft gezegd, het is een jongetje. Bijna een jaar later moest de kleine Bruce om medische redenen besneden worden. En de chirurg gebruikte daarvoor een brandertje en het ging ontzettend mis. De hele kleine penis van Bruce die raakte zo beschadigd dat chirurgische reparatie, zeker in die tijd, helemaal niet meer aan de orde was. En bezorgd over de toekomst van een kleine piemeloze jongen namen zijn ouders en mee naar Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore, waar psycholoog John Money praktijk hield. Money was aanhanger van het idee dat kinderen zonder werkelijke genderidentiteit geboren worden, maar dat die genderidentiteit later ontstaat in samenhang met de sociale omgeving. Dus wanneer een arts bij de geboorte spreekt, is een jongen of het is een meisje, dan benoemt hij volgens Money simpelweg de geslachtsdelen, maar verder niets. Verder ligt alles nog open. In overleg met John Money hakten de ouders na een tijdje de knoop door. Ze zouden Bruce gaan opvoeden als meisje, want identiteit was immers maakbaar. En een plaster kon nog wel gemaakt worden op de operatietafel, ook in de jaren 60. Bruce werd Brenda. Brenda zien we ook op de foto. Hier aan de linkerkant. Hij
Zij was toen bijna 2 jaar oud. John Money beschouwde deze genderswitch in zijn publicaties als een succes, maar later bleek dat de jongen zich nooit een meisje had gevoeld. Toen zijn vader hem op zijn 14e vertelde van de hoed en de rand, besloot hij vrijwel onmiddellijk om weer als jongen te leven. Hij noemde zichzelf toen David. En zijn borsten, gegroeid onder de invloed van oestrogeen die hij had toegediend gekregen, liet hij verwijderen. Hij begon testosteroninjecties te nemen en liet met dank aan nieuwe chirurgische technieken alsnog een nieuwe penis maken. Hij zou later tegen een journalist zeggen dat hij zijn kindertijd herinnert als een nachtmerrie. Het verhaal van David Reimer heeft een tragisch eind. Hij raakte werkloos, zijn broer stierf aan een overdosis en 2 dagen nadat zijn vrouw hem vertelde dat ze van hem wilde scheiden, op 4 mei 2004 schoot hij zichzelf door zijn hoofd. En sindsdien is het verhaal van David Reimer dé cautionary tale voor mensen die denken dat je maar al te vloeibaar kunt denken over gender. Zie je wel, zeggen ze, het lichaam bepaalt iemands genderidentiteit, niet de cultuur, niet de opvoeding, niet de omgeving. Het zit bij de geboorte ingebakken in het brein. Kijk maar wat er gebeurde met David Reimer. Om even heel helder te zijn. Er mag wat mij betreft geen enkele twijfel over bestaan. Dat wat met Reimer gebeurde naar hedendaagse maatstaven absoluut onethisch was. En dat zijn geschiedenis een tragische en betreurenswaardige vlek op de geschiedenis van de psychologie is. Maar ik heb ook vaak gezien dat het een eindpunt is, dit verhaal. Dat na dit verhaal alle verdere discussie en nadenken stopt. En dat er wel nog wel een kritische beschouwing van mogelijk is. Zo was David Reimer, helaas, niet de enige baby waarbij artsen op een zeker punt een besluit hebben genomen over zijn gender en zijn geslacht. In 2004 publiceerden 2 onderzoekers, William Reimer en John Gearhart, een onderzoek in de New England Journal of Medicine. Dat ging over 14 baby's. Deze baby's hadden allemaal een X en een Y chromosoom. Dus genetisch gezien waren het jongens. Deze baby's hadden ook allemaal een aandoening, dat extrofie van de cloaca heet. Het is een hele zeldzame aandoening waarbij er aan de onderkant, als een baby nog een embryo is, van alles is misgegaan bij de aanleg. Waardoor bijvoorbeeld de blaas en de darmen deels aan de buitenkant liggen, open en bloot liggen. Die jongens hebben ook vaak geen penis. Wat de reden is dat ze in de jaren 70 en 80 als meisje, weer standaard als meisje werden geregistreerd. Bij de geboorte, overigens. Maar in de geest van John Money was het dan vroeger ook gebruikelijk om die genetische opmaak van de jongens te negeren en ze via operaties een vrouwelijke anatomie te geven. Ook weer omdat de operatiemogelijkheden toen beperkt waren. En ze dan dus ook als meisje op te voeden. Nou, Reimer en Gearhart die hebben besloten om 14 van die kinderen langdurig te volgen. En wat bleek? In de periode dat de kinderen tussen de 5 en 18 jaar oud waren, gaven er 4 spontaan aan dat ze zich jonger voelden. En nog eens 4 besloten dat ze liever een jongen waren dan een meisje toen ze hoorden over hun aandoening, hun eigen medische geschiedenis. En toen ze werd verteld dat ze een X en een Y chromosoom hadden. Maar er waren ook 5 die, ondanks dat ze volledig op de hoogte waren van alles, volhielden. Nee, ik voel me echt een meisje, ik ben een meisje, blijf een meisje. Dit is mijn identiteit. Ik ben een meisje. En er was ook 1 die wilde er helemaal niet over praten met onderzoekers. Dus we weten niet hoe het daarmee is afgelopen. Oké, nogmaals, dit impliceert niet dat het oké is als ouders dat artsen het geslacht van baby's gaan bepalen. In de hoop dat iemands identiteit zich wel zal schikken naar die nieuwe lichamelijke omstandigheden waarin een arts die persoon heeft gebracht. Maar het impliceert wel dat identiteit flexibeler is dan je zou vermoeden als je alleen naar de tragische Reimer-casus kijkt. En dat gebruikt als stoplap in het denkproces over genderidentiteit. Nou, het interessante is dat we diezelfde flexibiliteit ook terugzien in allerlei onderzoek naar de verschillen tussen huistuin en keuken, mannen en vrouwen, en wel in de vorm van variatie. Hoewel de meeste mensen redelijk goed antwoord kunnen geven op identiteitsvraag, voel je je man of vrouw, is dat antwoord maar een heel grove afspiegeling van de rijkdom van ons innerlijk. Van binnen, weten psychologen nu al een paar jaar, zijn we allemaal een mozaïek van het mannelijke en het vrouwelijke en van alles daartussenin. Mozaïek. Sorry, soms heb je niet echt een wild interessant plaatje ergens bij. Ik zoek een mooie mozaïek uit voor jullie. Elke karaktertrek die je bezit,
zit ergens op een continuum. Met aan de ene kant iets wat we qua stereotypen met mannelijkheid associëren. Denk in systemen bijvoorbeeld of rationaliteit. En aan de andere kant iets wat we qua stereotypen met vrouwen verbinden. Zoals denken in emoties of intuïtie. Een aardig voorbeeld van zulk onderzoek werd gedaan door psychologen van de Universiteit van Rochester. Zij kwamen een paar jaar geleden met een nieuwe analyse van data van 13 goed uitgevoerde onderzoeken naar seksenverschillen in persoonlijkheid. Op deze data lieten ze een ingewikkelde statistische bewerking los, waarmee ik jullie verder niet zou vermoeien. Maar wat daaruit kwam was dat, dat ze daarmee konden nagaan of mannen en vrouwen qua karakter in twee subsoorten uiteenvielen. Zeg maar mannen van Mars aan de ene kant en vrouwen van Venus aan de andere kant. En dat laatste dat bleek niet het geval. Het is gewoon niet waar dat de dames aan de lieve, zachte, empathische kant van de man-vrouw verdeling samenklonteren, terwijl mannen aan de andere kant stoer, rationeel en technisch ingesteld zitten te wezen. Elke persoonlijkheidstrek zit ergens op die schaal. Van elke persoonlijkheidstrek opnieuw. Dus ik kan in het een mannelijk zijn en in het andere persoonlijkheidstrek kan ik vrouwelijk zijn. Een van de leukste uitkomsten van het onderzoek vind ik zelf, is dat zelfs de persoonlijkheidstrek mannelijkheid, hebben ze getest, en die bleek gelijkelijk verdeeld over de seksen. Laat ik dan zelf ook een beroep doen op het lichaam om mijn punt kracht bij te zetten. Dit blijkt ook uit hersenonderzoek. Afgelopen november publiceerden Israëlische neurowetenschappers een studie in het vlakbad PNAS, waarin ze verschillende hersenscantechnieken bij meer dan 1400 vrijwilligers in het hoofd keken naar grijze stof, witte stof, de verbinding tussen verschillende hersengebiedjes, hebben echt voor alles doorgelicht. En hun conclusie was, populaire verhaaltjes over mannen van Mars en vrouwen van Venus, ten spijt is het een gigantische zeldzaamheid om iemand met echte herenhersenen of iemand met een totaal damesbrein aan te treffen. Eerder zijn we allemaal een volstrekt unieke samenstelling van mannelijke hersenonderdelen en typische vrouwelijke breinkenmerken. Je kunt je dan afvragen wat dat mannelijk en dat vrouwelijk dan nog betekent. Maar laat ik het niet te ingewikkeld maken, dat dacht ik. Die vraag laat ik heel even achterwege. Belangrijk om te weten is dat mensen dus niet in een roze of een blauw genderhokje zijn te plaatsen. We zijn van binnen niet of man of vrouw, we zijn allebei. Dit heeft niet altijd per se invloed op iemands genderidentiteit. Om voor mezelf te spreken, ik sta meestal niet zo vreselijk stil bij mijn gender. Net zoals de meeste homo sapiens doe ik het grootste deel van de tijd maar wat. Maar als je mij zou vragen, zou ik zeggen ja, ik ben een vrouw. En als ik dan in een hele eerlijke bui zou zeggen, zou ik zeggen nou, meestal. Min of meer. Soms ook eigenlijk niet. Veel dingen die we qua stereotypen met vrouwen associëren, vind ik vreselijk. Make-up heb ik niet. Jurkjes ook niet. Hoge hakken. Meidenavondjes. En ook veel gedrag dat we in onze cultuur van vrouwen expliciet of impliciet verwachten. Zorgzaamheid, bescheidenheid, zachtheid, gevoeligheid, over je emoties praten. Zijn allemaal dingen die niet erg bij mij passen. Maar veel dingen die we stereotypisch met mannen in verband brengen, vind ik dan wel weer heel prettig. Bier uit de fles drinken, hardop boeren, actiefilms kijken, binnenvetten. Problemen van andere mensen van een praktische oplossing voorzien, terwijl ze alleen maar een luisterend oor zoeken. Dus van binnen, vanuit die hokjes beredeneerd, ben ik eigenlijk meer man dan vrouw. Om heel eerlijk te zijn, ben ik meer queer dan wat dan ook. Maar de reden dat ik toch zou zeggen dat ik een vrouw ben, als iemand me het zou vragen, is omdat ik een vrouwenlichaam heb. En dat ik door de meeste mensen in onze cultuur ook als zodanig herkend word. Al zijn er soms mensen die twijfelen, omdat ik dan soms heb ik kort haar en dan vinden mensen, als ik bijvoorbeeld op tv ben geweest, dat ik een beetje op een jongetje lijk. En dan worden ze dan boos over. Weet niet waarom. Maar dat is voor mij heel bepalend, dat lichaam en dat ook als zodanig herkend worden. Want ze hangen samen met de twee momenten waarop ik mij altijd het allermeest vrouw voel. Het eerste was toen ik zwanger was, ik heb twee dochters. Of toen ik een kind ging baren. Ik heb nooit zo'n vrouwelijk gevoel als ik met zo'n pens rondloop. Wanneer ik te maken krijg met seksisme. Bijvoorbeeld wanneer ik
op een vergadering minder serieus word genomen dan mijn mannelijke collega's. Of wanneer ik word geïnterviewd en een journalist wil van alles weten over mijn kinderen en hoe ik zorg en werk combineer. En terwijl ik weet dat ze dat aan mijn mannelijke collega's nooit zouden vragen. Dat zijn de momenten dat mijn geest vanwege mijn lichaam in een hokje moet waar ik eigenlijk niet in wil. En of dat zijn de momenten waarop mijn lichaam en mijn cultuur met elkaar botsen. En dat zijn ook de momenten dat ik zelf het sterkste gevoel van identiteit heb. Misschien is dat trouwens ook wel waarom vrouwen veel meer een genderidentiteit lijken te hebben dan mannen. Bedacht ik mij later. De Amerikaanse socioloog Michael Kimmel, heel interessant werk heeft die man gedaan, doet al heel lang onderzoek naar mannelijkheid. En hij zei eens: "Women made gender visible, but gender is invisible to men." Mark Zuckerberg, bijvoorbeeld, is gewoon de baas van Facebook. Maar Marissa Mayer is de vrouwelijke baas van Yahoo. Een zaal vol mannen die politiek bedrijven is een zaal vol politici. Een zaal vol vrouwen die het zelf doen is een zaal vol vrouwelijke politici. Een talkshowtafel met alleen mannen is een normale avond. Maar toen er bij Pauw en Witteman bij een van hun laatste uitzendingen samen bij wijze van uitzonderingen alleen vrouwen aanschoven, was het Ladies Night. Het fascinerende hieraan is dat ik vaak het idee heb dat in onze cultuur lichaam veel belangrijker is dan identiteit. Dat ik een vrouwenlichaam heb, dat de vrouwen aan de talkshowtafel vrouwenlichamen hebben, dat Meijer een vrouwenlichaam heeft, lijkt relevanter dan de vraag of we ons innerlijk meer man of meer vrouw voelen. Het deed me denken aan ophef rondom Zuid-Afrikaanse hardloopster, Caster Semenya. Zij won op de WK Atletiek. Oh, daar is deze foto niet van. Maar in 2009 glansrijk op de 800 meter. Maar haar bouw, dat zie je hier wel, brede schouders, smalle heupen, erg gespierd, riepen vragen op. En bij een test bleek dat ze 3 keer zoveel testosteron in haar lijf had als een gemiddelde vrouw. Ja, haar lichaam kende een van de vele intersex variaties. Van binnen bleek ze geen baarmoeder en eierstokken te hebben, maar testis. En genetisch had ze ook een X en een Y-chromosoom. Maar dat testosteron dat haar eigen lichaam aanmaakte, daar bleken haar cellen ongevoelig voor te zijn, grotendeels. Waardoor haar uitwendige geslachtsdelen, die zich vormen onder invloed van die testosteron, ook al voor de geboorte, zich in vrouwelijke richting hadden ontwikkeld. En de geslachtsdelen van binnen, die zich meer ontwikkelen onder invloed van de genen, zich in mannelijke richting hadden ontwikkeld. Haar identiteit was altijd vrouwelijk geweest. Haar familie heeft ook daar uitspraken over gedaan in de media toen de tijd. Maar wat zo veelzeggend was, was de woordkeus van mensen tijdens de ophef over die inwendige testes en die testosteron. Want mensen vroegen, wat is ze nou echt? Het was overduidelijk dan niet haar identiteit, maar de precieze details van haar lichaam die de doorslag moesten geven. Want anders was de vraag immers overbodig geweest. Dan hadden we gewoon de discussie kunnen stoppen bij toen ze zei, ik ben een vrouw. Hetzelfde culturele mechanisme, dat plaatsen van lichaam boven identiteit als bepaler van het ware zelf, dat zie je ook bij een andere groep, transmannen en transvrouwen. In zijn boek De Maakbare Man schrijft schrijver en NRC-columnist Maxime Februari, we zien hem hier, over zijn transitie van vrouw, als in de gender waarbij hij bij zijn geboorte was ingedeeld toen iemand tussen zijn kleine beentjes keek, naar man, de gender van zijn identiteit. En een interessant stuk in dat boek gaat over zijn lichaam en hoe dat botste met zijn culturele omgeving en zijn identiteit. Ik citeer even. "Voor mij is de aanblik van mijn lichaam zelf nooit het grootste probleem geweest, maar wel de verlegenheid waarmee ik het door de wereld moest dragen. Een gevoel laat zich moeilijk uitleggen, maar laat ik zeggen dat schaamte het kernprobleem was. Die ontstond niet zozeer doordat mijn lichaam mezelf vreemd voorkwam, maar doordat het signalen uitzond waardoor anderen me als vrouw interpreteerden. Schaamte dus om gezien te worden op een manier waarop je niet gezien wil worden." En even later vervolgt hij: "Buitenstaanders denken vaak dat transseksuelen vooral verlangen naar aanpassing van hun genitaliën. Maar die spelen bij zo'n problematische toeschrijving van vrouwelijkheid nog wel het minst een rol. Die ziet namelijk niemand als je in een bakkerswinkel instapt om een brood te kopen.
dat de paniek kon toeslaan in bakkerswinkels, tijdens lezingen, bij het openen van de mail en bij alle sociale situaties waarin ik als vrouw werd aangesproken, had dan ook veel meer te maken met de signalen die mijn stem uitzond, mijn gezicht, mijn postuur, mijn naam en met de sociale rol die mij op grond van die signalen was toebedeeld. Het was niet mijn lichaam op zich, maar mijn lichaam als interface voor contact met de buitenwereld die me in de weg zat. Ook hier zie je dat in onze cultuur het lichaam of de interpretatie van het lichaam dus blijkbaar belangrijker is dan identiteit. Anders had hij gewoon kunnen zeggen, jullie zitten mis. Ik ben vrouw en had met hetzelfde lichaam hetzelfde doel bereikt kunnen worden. En dat komt dan weer terug bij iets waar heel veel trans mensen mee te maken krijgen. De kwestie van wanneer hun transitie nou echt is. Voor de buitenwacht althans, niet voor henzelf. Dat zie ik ook in mijn vakgebied, de journalistiek, daar wordt ontzettend veel mee gerommeld. Zo zijn er nog steeds journalisten die Chelsea Manning, die we onder haar eerdere naam Bradley Manning kennen van het WikiLeaks-schandaal, weigeren een zij te noemen, totdat haar nieuwe gender op de een of andere manier biologisch is bevestigd, echt is gemaakt met hormonen of met een operatie. En Maxime Februari vertelde in een interview met Vrij Nederland dat een journalist hem steeds maar weer in een interview naar zijn geslachtsdelen had gevraagd. Journalisten raken er niet over uitgepraat of ik een penis heb, zei hij. Maar is dat netjes? Wat heeft je moeder daarover geleerd? Het interessante en wat paradoxale is dat, weer dat veel trans mensen ook weer hun identiteit verklaren en hun, wat mij betreft vanzelfsprekende, bestaansrecht onderstrepen met een beroep op datzelfde lichaam. Zij het op een ander deel. Zo zei Caitlyn Jenner in een van de interviews die ze vorig jaar gaf over haar transitie van het heren naar het damesdom. Mijn brein is veel meer vrouwelijk dan mannelijk. Het is moeilijk voor mensen om te begrijpen, maar dat is wat mijn ziel is. En wetenschappelijk gezien is het natuurlijk een beetje een problematische stelling van dat vrouwelijk brein. Gezien wat we de afgelopen jaren te weten zijn gekomen over hoe vrijwel alle hersenen een mozaïek van het mannelijke en het vrouwelijke zijn. En toch is het idee dat transvrouwen een vrouwenbrein hebben en transmannen een mannenbrein prominent aanwezig in het hele discours over transgenders. Met hersenscanners proberen onderzoeken die verschillen bloot te leggen. En ze ondernemen zelfs pogingen om zo'n scan te gebruiken als bij bevestiging van de diagnose genderdysforie bij kinderen. En transactivisten wijzen op dat brein als ze het recht claimen op respect en op mensenrechten en op gelijke behandeling. Het zit in ons brein, we zijn zo geboren, je mag ons hierom niet tekort doen. Het zijn dezelfde woorden die de afgelopen decennia dé mantra werden van de homo-emancipatiebeweging. Wij zijn born this way. Zelfs een liedje over. De Britse activist Peter Thatcher legde het belang van de woorden zo uit. Als homo zijn grotendeels of helemaal wordt bepaald door biologische factoren voor de geboorte, dan is het immoreel om lesbiennes en homomannen te veroordelen of te discrimineren. Oftewel, je kunt mensen niet verwijten dat ze zijn zoals ze zijn, dat ze het lichaam hebben waarmee ze geboren zijn en je hoort ze niet in hun rechten te beknotten enkel omdat ze willen leven volgens de manier waarop ze ter wereld zijn gekomen. Op het eerste gezicht lijkt hier geen spel tussen te krijgen. En de Born This Way redenering heeft de homo-emancipatiebeweging dan ook echt helemaal geen windeieren gelegd. Om een voorbeeld te noemen, al jaren houden de opiniepeilers van Gallup in de gaten hoe het Amerikaanse volk denkt over homoseksualiteit. En zij zien dat het aantal mensen dat oriëntatie ziet als aangeboren eigenschap groeit en dat mensen die het toeschrijven aan keuze of opvoeding krimpt. En dat is goed nieuws, emancipatietechnisch gezien, want die groep die denkt dat het aangeboren is, vindt bijna 9 op de 10 dat homo's en lesbiennes bijvoorbeeld gelijke rechten verdienen en moeten kunnen trouwen. En van de keuzegroep is dat nog niet eens de helft. Dus die dingen zijn wel heel erg gelinkt. Het is een effectieve strategie. Maar er is ook wel iets op af te dingen. Op zo'n beroep op het lichaam in de hoop om binnen cultuur een cultuurruimte te maken voor je identiteit. Zo zou het kunnen dat het werkt, maar om de verkeerde redenen. Om van Born This Way naar meer homorechten te komen heb je namelijk een drogredenering nodig. De naturalistische dwaling noemen we dat. En dat betekent dat je natuurlijk en biologisch gelijk stelt aan goed en oké. Dat is natuurlijk helemaal niet per se waar. Maar zonder deze populaire maar oneigenlijke gedachtegang heb je niks aan Born This Way als argument.
Socioloog Shamus Khan van Columbia University vreest zelfs dat het Born This Way denken aanzienlijke schade kan toebrengen aan het emancipatiestreven. Want, zegt hij, het verleden geeft genoeg akten van afschuwelijke dingen als rassenzuiveringen en aanverwante ellende om te weten dat een aangeboren eigenschap helemaal niet, lang niet altijd iets is geweest wat je een ander niet kan aanrekenen. En dat is het nu ook niet. Ik maak even een uitstapje naar een andere groep waarbij identiteit, lichaam en cultuur vaak met elkaar botsen. Dikke mensen. De afgelopen, zeg, 20 tot 15 jaar hebben een groeiende groep mensen zich gaan inzetten voor de emancipatie van zwaarlijvigen. Zij claimen het recht op een fat identity, op een dikke identiteit. En ze willen af van schaamte en vernedering die hoort bij het hebben van een zwaar lichaam in onze huidige cultuur, die mensen met overgewicht voortdurend vreemd als onwilskrachtige, dure gezondheidsrisico's op pootjes, die zichzelf in de samenleving geen groter plezier kunnen doen dan zo snel mogelijk dun worden. Dit soort dingen. In de strijd tegen dit uiterst negatieve beeld hebben sommige activisten gewezen op het aangeboren aspect van overgewicht. BMI zit voor het overgrote deel in de genen, zeiden ze, dus misschien kunnen we alsjeblieft ophouden met mensen verwijten te maken op basis van hun natuurlijke lichaam. Deze activisten hadden wetenschappelijk gezien nog best een goed punt. Gewicht en BMI zitten voor een belangrijk deel in de genen, in onze cultuur, onze westerse cultuur, of waarschijnlijk voor ongeveer 75%. Let wel, voor bijvoorbeeld seksuele oriëntatie, waarvan we heel veel mensen dat idee van Born This Way volledig accepteren, is het aandeel van genen veel kleiner, eerder 25% ongeveer. En daarmee is die invloed dus van gewicht veel groter, maar toch werkt de Born This Way-strategie, die de homorechtenbeweging heel goed heeft geholpen, helemaal niet bij dikke mensen. De stigmatisering en de publieke afkeuring en ontzettende onhebbelijkheid om dikke mensen zonder hoofd af te beelden, alsof ze verder niet een mens zijn, maar gewoon alleen maar een lijf, vanaf hier zo, dat gaat onverminderd door. Dus blijkbaar spelen er nog andere factoren. Zeggen ik ben Born This Way, een beroep doen op je lichaam om maatschappelijk ruimte op te eisen voor je identiteit, werkt, mits het je binnen onze cultuur gegund wordt. Volgens Susanna Walters, hoogleraar sociologie aan Northeastern University, is er nog een fundamentelere tekortkoming van Born This Way als emancipatieargument. Zij zegt, met een beroep op je lichaam en de natuur kun je alleen pleiten voor tolerantie, niet voor iets beters, zoals enthousiaste omarming. Schrijft daarover in haar boek The Tolerance Trap, ontzettend interessant. Wie zegt, accepteer mij, tolereer mij, want ik ben zo geboren, zegt volgens Walters eigenlijk, neem het me maar niet kwalijk. Ik kan er niks aan doen dat ik zo ben, het is mijn schuld niet. Maar daarbij blijft het idee dat homoseksualiteit bijvoorbeeld iets onwenselijks is, minder optimaal dan heteroseksualiteit, wel gewoon in stand. Het is niet logisch om te zeggen dat we iets tolereren tenzij we denken dat het op de een of andere manier verkeerd is, schrijft Walters. We tolereren dingen als de geluidsoverlast van op zich aardige buren of een lange wachtrij voor de achtbaan. Maar niemand tolereert een mooie dag of een goed boek. Waarom dan wel homoseksualiteit? Of om het groter te maken, waarom zou je überhaupt een identiteit tolereren? Ik kreeg mijn eerste identiteit 33 jaar geleden. Toen een arts naar mijn lichaam keek en zei dat ik een meisje was. En sindsdien hebben dat lichaam, mijn identiteiten en onze cultuur op ontelbare manieren met elkaar gebotst. En dat botsen is ook onvermijdelijk. Mensen komen immers in ontelbaar veel variaties. Zowel qua lichaam als qua identiteit. En terwijl onze cultuur maar een klein aantal hokjes erkent en accepteert als normaal of goed of echt. Zo tegen het eind van deze lezing vraag ik me dan af of er een manier is waarop we dit botsen zouden kunnen verzachten. Eén ding is me de afgelopen jaren duidelijk geworden. Een claim op de lichamelijkheid en de natuurlijkheid van onze identiteit is niet de weg. Zo geboren worden is een onbetrouwbare route naar respect. En het recht op gelijke behandeling laat zich heel moeilijk opeisen met een beroep op biologische verschillen. Maar dan wil ik ook niet nog iets positiefs zeggen. Want wat nou als we zouden proberen om niet onze lichamen en identiteiten aan te passen aan onze cultuur, ze te vormen zodat we van binnen
en van buiten in die maatschappelijke hokjes passen, maar als we het andersom zouden gaan doen? Wat nou als we onze cultuur aanpassen aan de veelheid en verscheidenheid van lichamen en identiteiten? Als we bijvoorbeeld collectief zouden proberen iemands identiteit en iemands lichaam niet langer te zien als iets waar anderen een oordeel over moeten hebben. Als we de notie van juiste identiteiten en goede lichamen helemaal zouden loslaten. Als we variatie zouden omarmen en ook milder en vriendelijker zouden zijn over onze eigen lichamen en over ons eigen innerlijk, maar ook die van een ander. Dat iemand zou zeggen, dit is mijn identiteit en daar voel ik mij goed bij. En dat wij dan alleen maar zouden zeggen, oké, blij voor je. Ik weet niet hoe het met u zit, maar dat lijkt mij een heel fijn idee. Dank jullie wel.